Een hele goede middag allemaal en welkom bij deze Lijstwit webinar met als onderwerp Open een webshop in 7 stappen. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Wij gaan het vandaag hebben over 7 stappen om een webshop te openen. We zullen uiteraard beginnen met een introductie van de sprekers, want ik doe deze webinar vandaag niet alleen. Daar hebben wij 3 hele leuke medesprekers bij. Daarna zal ik wat algemene informatie geven over het webinar. Vervolgens gaan we natuurlijk spreken over de 7 stappen die je nodig hebt om een webshop te openen. Achteraf zal er nog een Q&A zijn waar jullie vragen in kunnen stellen. En tenslotte een korte enquête van 4 vragen. We zullen beginnen met een introductie. Ontmoet onze sprekers. Ik zal eerst mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Jolien en ik ben Product Adoption Specialist bij Lightspeed. En dat betekent eigenlijk dat ik op dagelijkse basis contact heb met verschillende webshop-eigenaren over het optimaliseren van de webshop. De dingen die daarin terugkomen, zullen we ook in deze webinar bespreken. Want ik merk toch dat mensen die juist al even bezig zijn, nog steeds niet alle stappen hebben doorlopen. Dus ik hoop dat jullie daar ook wat waardevolle tips uit kunnen halen. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ik heb daar 3 hele leuke sprekers bij. Allereerst zou ik Bart willen vragen om zichzelf even voor te stellen. Hi, goedemiddag. Ik ben Bart Vincent. Ik ben oprichter en CEO van Effect Connect. Wij houden ons bezig met marketplace automatisering. Maar voordat we dat deden, hebben we vanuit ons verleden heel veel te maken gehad met e-commerce en webshops en alles wat daaromheen draait. Dus heel benieuwd naar deze sessie. En ik weet welke onderwerpen aan bod komen. Het gaat zeker waardevol zijn. Super, dankjewel. Maxine en Eline, zouden jullie ook even willen voorstellen? Ja, goedemiddag. Ik ben Maxine. En ik ben Eline. En we zijn 2 zussen die, ik denk nu een 3-tal jaar geleden, onze eigen webshop hebben opgericht. Sinds een jaar geleden ook hebben we nu een eigen winkel, dus het is wat combineren. Wij kijken ook heel hard uit naar het verloop van deze webinar. We kijken er naar uit om jullie vragen te beantwoorden en staan ook klaar om ons nodige advies te geven waar nodig toch. Dus, ja. Super, dankjewel. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Ik denk dat het super waardevol gaat zijn. Wat algemene informatie over de webinar. Deze webinar zal worden opgenomen, dus dat betekent dat je hem ook nog kunt terugkijken. In totaal zal de webinar met de Q&A erbij ongeveer 60 minuten duren. Hebben jullie vragen tijdens de webinar, dan kun je het Q&A-vakje in je controlepaneel gebruiken om die te stellen. We doen ons best om deze allemaal aan het einde te beantwoorden. En let even op dat je het Q&A-vakje gebruikt en niet de chat, want die kunnen we niet inzien. En vervolgens na de webinar krijg je uiteraard nog een e-mail toegestuurd met de opname en natuurlijk ook eventueel waardevolle informatie die we bespreken. Dan gaan we beginnen. Voordat we gaan beginnen met de eerste stap, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wie er allemaal in deze webinar zitten. Daarom komt er nu binnen enkele seconden een poll in jullie beeldscherm tevoorschijn. En ik ben heel erg benieuwd van wie er al een winkel of een webshop heeft of nog helemaal niet. Als het goed is, zien jullie deze nu tevoorschijn. Dus ik wacht even tot de meeste van jullie deze hebben beantwoord. Ik zie dat bijna iedereen deze heeft beantwoord. Dus ik zal deze stopzetten en de resultaten met jullie delen. Als het goed is, kunnen jullie deze nu zien. Goed om te zien eigenlijk dat we verschillende soorten publiek hebben vandaag. De meeste van jullie hebben nog geen webshop, maar wil binnenkort starten. Nou, dan zal sowieso heel veel nieuwe informatie inzitten. Maar ik zie ook wat mensen met beide, alleen een webshop, alleen een fysieke winkel. Dus leuk dat het een beetje gevarieerd is. Dan heb ik nog een tweede vraag voordat we beginnen. En de laatste ook voordat we gaan beginnen. En dat gaat eigenlijk over wat voor producten jullie verkopen. Daar zijn we ook eventjes heel erg benieuwd naar. Die komt nu ook, als het goed is, binnen enkele seconden op jullie beeldscherm terecht.
Helemaal goed. Ik zie dat de meesten deze ook hebben beantwoord. En ook in deze antwoorden zien we dat dat wat best wel gevarieerd is. We zien grotendeels kleding, maar ook andere producten. Wat beauty, wat sportartikelen, juwelen, interieur. Dus superleuk dat er ook wat verschillende antwoorden in zijn gegeven. Dank voor het antwoorden. En dan gaan wij beginnen met de eerste stap. Stap 1 bij het beginnen van een webshop. Kies je e-commerce platform. Nou, wanneer je nog geen webshop hebt, zul je misschien al wel het een en ander hebben opgezocht online. En dan zal je zien dat er best wel veel mogelijk is. Maar eigenlijk is de belangrijkste vraag, ga je voor een SaaS-platform of een open source? Dat is ook iets wat je veel terug zal zien komen. Nou, wat is nou precies het verschil? Nou, ik werk bijvoorbeeld dagelijks met een SaaS-platform, want dat is eigenlijk wat Lightspeed is. En het voordeel daarvan is dat het heel gebruiksvriendelijk is. Het is eigenlijk een platform met een interface die vrijwel iedereen kan gebruiken. Dus je hebt er geen technische vaardigheden voor nodig. Iedereen kan het eigenlijk openen en dus een product gaan uploaden, zonder dat je iets hoeft te programmeren. Wat daarnaast ook heel erg handig is, is dat de leverancier dus de updates uitvoert. Dus wanneer er bepaalde technische zaken moeten worden geüpdate of er verandert iets, dan heb je in ieder geval de leverancier die daar verantwoordelijkheid voor neemt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook eenvoudige integraties met bepaalde plugins. Nou, we doen bijvoorbeeld deze webinar ook met Effect Connect. Nou, wil je daarmee verbinden, is er natuurlijk een handige app om deze te gebruiken, zodat het eigenlijk gewoon automatisch verbonden is. Je kunt ook snel starten met verkopen. Dus omdat eigenlijk er niet echt een ontwikkeltijd is, hè, er is gewoon een interface, je kunt informatie toevoegen, kun je vaak ook heel snel starten met verkopen via jouw webshop. En het is natuurlijk makkelijk zelf te managen. Juist omdat het technisch niet zo complex is, is het vrij gemakkelijk voor jezelf om de webshop te onderhouden. Wat is dan het verschil met de open source platform? Nou, open source is eigenlijk heel flexibel, maar technisch wel wat complexer, omdat je eigenlijk zelf de broncode gaat downloaden en vervolgens gaat aanpassen naar jouw wens. Betekent wel dat het ontwikkelproces natuurlijk veel tijd kost en dat het veel onderhoud nodig heeft, omdat het eigenlijk allemaal custom gemaakt moet worden. Dat betekent dus ook dat er vaak additionele kosten komen voor bijvoorbeeld hosting, updates, plugins, maar bijvoorbeeld ook developers die jou moeten helpen. Nou is het natuurlijk best lastig misschien om een keuze te maken, want je ziet veel verschillende mogelijkheden. Maxime en Eline, kunnen jullie misschien wat vertellen over hoe jullie dit hebben aangepakt, hoe jullie online wilden gaan verkopen? Waarom is voor jullie de keuze op een SaaS-platform gevallen? Eerst en vooral, wij hebben ook geen technische kennis, of toch heel weinig. Dus dat was wel een van de voordelen dat een SaaS-platform voor ons toch wel bood. En ook gewoon het gebruiksgemak dat ermee gekoppeld is. Het is als het ware een template te kiezen en er zijn er heel veel om uit te kiezen. Eigenlijk van daaruit kan je alles zo gaan wat personaliseren. Allee, zo qua kleuren dat je wil gebruiken, qua layout en zo. Dus dat was voor ons echt wel een voordeel. We wilden echt gewoon een platform dat makkelijk was om te gebruiken ook. En dat we gewoon ook makkelijk zelf dingen kunnen aanpassen. Is dat nu een nieuw product toevoegen of een nieuwe foto of een tekst of een titel aanpassen of zo? Dus dat was voor ons wel sowieso een voordeel. En ook het feit dat het eigenlijk heel snel op te starten is. Als het ware kan je in een aantal dagen of weken toch wel eigenlijk heel snel een webshop volledig op punt zetten. Dus dat is wel echt een meerwaarde geweest voor ons. Supergoed te horen. En we zagen ook dat er mensen in de webinar zitten met alleen een fysieke winkel. Is er dan ook dat voordeel voor jullie geweest? Als jullie zeggen van, nou, we willen gewoon dat het snel met de winkel bijvoorbeeld te koppelen is? Wel, eigenlijk hadden we toen we de webshop startten nog geen idee dat we een winkel wilden openen. Dus daar hebben we weinig rekening mee gehouden op dit moment. Maar uiteindelijk zijn we wel tevreden dat we het toen zo gedaan hebben, omdat het heel makkelijk om te vormen was naar een omnichannel platform gelinkt aan onze kassa. Ja. Goed om te horen. Dus ja, eigenlijk omnichannel, hè? Dus dat we de webshop en de winkel met elkaar hebben verbonden. Inderdaad. Supergoed om te horen. En Bart, nog één vraag voor jou, want ik krijg bijvoorbeeld ook best wel vaak de vraag van webshop-eigenaren. Van ja, ik wil graag via een Bol verkopen of via een Amazon. Zit er nou ook een heel groot voordeel aan om dan een SaaS-platform te gebruiken wanneer je dat wil gaan doen? Ja, je zei net eigenlijk al, hè, de connectiviteit is vrij makkelijk. Je kunt gewoon via een app uit de App Store een verbinding leggen en die werkt eigenlijk altijd bij iedere, in dit geval Lightspeed webshop, op exact dezelfde manier.
Dus dan heb je ook niet, zeg maar, waar je wel eens mee te maken hebt in open source pakketten, dat er conflicten zijn tussen plugins. Maar ik denk belangrijker nog voorafgaand en voor je op zo'n platform gaat verkopen, is als je een webshop wil starten, dan is een bekende valkuil dat je heel erg denkt in wat je allemaal moet kunnen met die webshop en 100.000 features probeert te bedenken. Terwijl het gros daarvan gaan het verschil niet maken in die startfase van een shop. Hè? Dus die gaan niet de omzet opeens brengen. En als je dan naar SaaS kijkt en het model van Lightspeed, dan is dat een veel verstandigere investering wanneer je gaat starten dan bijvoorbeeld een open source shop zoals een Magento of een ander pakket. Het risico op hoge kosten in de beginfase is bij open source gewoon groter dan bij SaaS. Ja. Ja, ik denk dat dat hele interessante informatie is inderdaad voor starters. Dus dankjewel. Dan gaan we door naar stap 2. Dat is eigenlijk maak je merk zichtbaar. Dit is eigenlijk, persoonlijk vind ik dit een stap die vaak wordt vergeten. Dus de webshops die ik vaak spreek, die hebben natuurlijk webshops waar verkocht op kan worden. Maar er is eigenlijk niet over nagedacht hoe dat ook zichtbaar gemaakt kan worden. Hoe trek je nou eigenlijk die klanten? Allereerst is het natuurlijk erg belangrijk om te kiezen voor de juiste domeinnaam. Nou goed, wanneer je al een bepaald merk hebt opgezet of misschien al een fysieke winkel hebt, kies je natuurlijk die naam uit of een naam die daarbij past. Het is ook belangrijk om een naam te kiezen die makkelijk te onthouden is, maar ook om een naam te kiezen die beschikbaar is. Dus wat ik soms merk als ik webshops spreek die graag beter vindbaar willen worden in Google, wanneer je een naam gebruikt die voor andere merken ook wordt gebruikt of voor een bepaald project of wat dan ook, ja, dan zal het veel moeilijker worden om natuurlijk goed vindbaar te worden, omdat jouw naam niet helemaal uniek is. Dus heel goed om daar natuurlijk over na te denken. Ja, je kunt vaak via tools natuurlijk kijken bij TransIP of GoDaddy of die überhaupt beschikbaar is. Maar ook goed om natuurlijk even een stukje extra onderzoek te doen of die überhaupt niet al in gebruik is. Daarna kun je hem eigenlijk aanschaffen. Is natuurlijk ook goed om gelijk een e-mailadres aan te schaffen. En het is dus, ja, tenslotte wat ik al zei, het is gewoon heel belangrijk om er goed over na te denken. Want je wilt niet, nadat je al enige tijd bezig bent, de naam nog veranderen. Omdat, ja, voor SEO is dat lastig. En moet je vaak weer opnieuw ophouden. Misschien heb je jouw merk al zichtbaar gemaakt. Dan ga je ineens van naam veranderen. Dus ja, je doet dat niet zomaar. Dus denk er vooral in het begin goed over na wat de naam überhaupt zal zijn. Natuurlijk is het juiste design ook belangrijk. Zoals Maxine en Eline net eigenlijk al zeiden. Het juiste design kiezen, er zijn heel veel templates beschikbaar, wat weer een voordeel is van zo'n SaaS-platform. Want je hoeft er natuurlijk niet helemaal vanaf scratch aan te ontwerpen. Maar het is wel belangrijk om te kijken, hoe ga je naar zo'n design kiezen? Het geeft natuurlijk de eerste indruk. Wanneer het een goed design is, zul je ook veel meer betrouwbaarder overkomen. Denk aan goede foto's, een goed logo, goede banners. Maar natuurlijk ook dat mensen jouw producten goed kunnen vinden. Want wanneer mensen dat niet lukt, zullen ze ook sneller van je site afhaken. Een goed design versterkt dus eigenlijk jouw merk, ook je betrouwbaarheid en uiteindelijk dus ook de conversie. Maxine en Eline, jullie hebben natuurlijk best wel ondertussen een bepaalde branding, een bepaalde stijl opgebouwd. Ja, hoe start je daarmee? Hoe bepaal je wat je wil? En hoe zorg je ervoor dat het bijvoorbeeld ook bij jou past? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wel, wij zijn eigenlijk begonnen met de vraag, hoe willen wij overkomen? Wij hebben bijvoorbeeld een, zoals jullie zien op onze webshop, zijn wij redelijk neutraal. En allee, wij vinden dat wel wat klasse uitstraalt. Het is ook, als je bijvoorbeeld enorm dure producten verkoopt, dan ga je een andere stijl naar voren willen brengen dan dat je eerder goedkopere producten verkoopt. Daar moet je ook wel rekening mee houden. Dus je wil gewoon dat het over, allee, dat alles één geheel is. Dat het duidelijk is wie je bent, wat je bent en dat je altijd met dezelfde stijl werkt. Dus ook voor dat onze nieuwsbrieven zijn voor dat ook met dezelfde kleur als op onze webshop. Onze sociale media posts zijn ook vaak hetzelfde. Zo zijn we herkenbaar en dat is wel heel erg belangrijk. Zeker als starter is toch dat iedereen jou makkelijk herkent. Heel goed. En doen jullie dit zelf? Of hebben jullie iemand die dit voor jullie maakt? Wij doen het zelf, ja. Nou nog, allee, we staan nog maar 2,5 jaar, kleine 3 jaar. Momenteel lukt dat ook allemaal zelf. We doen het ook graag, dus het is leuk om te doen. Ja, super goed te horen. En Bart, waar ik ook benieuwd naar ben, want ik zie ook wel eens webshops die eigenlijk alleen maar via marketplaces verkopen. En die dus eigenlijk niks echt aan de eigen site doen. Is dat iets waarvan jij zegt van ja, dat zou ook prima kunnen? Of zeg jij nou,
Het is alsnog belangrijk om toch dat merk goed zichtbaar te houden en toch die site goed aan te pakken. Ja, kijk, vaak maak je in die beginfase met je eigen webshop nog niet zoveel omzet. Dus je hebt ook eigenlijk nog niet zoveel middelen om heel erg dat merk naar buiten te weer te geven met campagnes of wat dan ook. Dus die marketplace, wat wij in ieder geval zien, is dat dat vaak snel omzet kan leveren die je weer kunt investeren in die shop en in die storytelling. En dat is die storytelling is waar het in de breedte eigenlijk ook om gaat. Dat gaven Maxine en Eline net ook al aan, dat de layout, het uiterlijk van de webshop, die moet wel aansluiten bij je producten en wat je wil uitstralen. En dat klinkt door in naam, zo'n storytelling, dat klinkt door in de productbeschrijvingen. Dus ik denk als je dat goed gaat doen, dan kun je ook een succes van een webshop maken. En dat je dan die marketplace omzet gebruikt om wat campagnes bijvoorbeeld mee te kunnen opstarten. Of misschien wel mensen aan te nemen uiteindelijk die bepaalde uitingen continu voor jou maken. Ja, dat helpt wel. En dan heb ik nog één opmerking voorafgaand aan eigenlijk de domeinnaamkeuze. Kijk, als je een nieuw merk gaat registreren, is het ook wel van belang dat je even bij het BOIP checkt of dat merk niet al een geregistreerd merk is. Want ga je dat doen, dan tuig je alles op, ook al is misschien een domeinnaam vrij. Maar als blijkt dat dat merk een geregistreerd merk is, ja, dan kan het zomaar zo zijn dat er iemand anders aanklopt en zegt, ja, sorry, maar inleveren die app. En dat wil je voorkomen. Ja, een hele goede tip, denk ik, voor starters, om dat gelijk even te noteren en daar te checken. Want Bart, eigenlijk gelijk het volgende onderwerp nog, storytelling. We hadden het hier al even een keer over natuurlijk. En maak standaardpagina's niet standaard. Hè? Dus we moeten natuurlijk naast het design ook die content toevoegen. Denk aan meer de statische dingen, algemene voorwaarden, privacyverklaring, disclaimer en over ons verhaal. Je had hier een heel leuk voorbeeld van, kan ik me herinneren, over hoe kan je nou met die storytelling aan de slag. Want ik zie vaak dat de pagina's heel netjes ingevuld zijn, maar echt een verhaal is best lastig. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk, storytelling maakt persoonlijk. Hè? Dat draagt uit van waarom die ondernemers gestart zijn met hetgeen dat ze doen. En ik denk dat Maxime en Eline dat wel kunnen bevestigen. En dat zie je overigens ook aan bijvoorbeeld de foto op deze pagina, op deze slide. Hè? Je wilt toch uitstralen dat het meer is dan maar gewoon een standaard paginaatje. Je hebt nou eenmaal binnen webshops bepaalde moetjes. En dat zijn die disclaimerpagina's en de algemene voorwaarden. Ja, dat is leuk. Die leest niemand of bijna niemand. Maar een over ons pagina is van superwezenlijk belang. Hè, want dat vertelt waarom je iets aan het doen bent. En dat kan best het verschil uiteindelijk maken. Stel, je bent een aanbieder van een bepaald product dat een ander ook aanbiedt, omdat je niet je eigen merk hebt. Dan kan de manier waarop je dat product aanbiedt en waarom je dat doet, kan natuurlijk het verschil maken tussen het feit dat iemand bij jou koopt of bij een ander koopt. Ja, zeker. Ja, ik denk inderdaad dat dat maakt het natuurlijk ook leuk voor die klanten, hè, om op die site te komen. En volgens mij gaf jij het verhaal van zo'n webshop die planten verkoopt en dat er over planten wordt gesproken als dat het personen zijn. Van hè, hij houdt niet van weinig licht of zij is gek op veel water. Hè. Dat maakt het leuk om dan een plant te kopen. En dan blijf je toch even hangen omdat het er leuk uitziet in plaats van dat je alleen een fotootje ziet met de naam. En dat is het natuurlijk. Zij zijn dus geworden met content, hè? Want planten verkopen natuurlijk meer aanbieders, maar zij maken het gewoon zo fantastisch leuk en er zit geweldige marketing achter die echt niet duur, maar die wel heel slim. En daar moet je gewoon het verschil mee kunnen maken. Ja, hele goeie. Super. Dan gaan wij door naar de volgende stap. En dat is denk ik een van de belangrijkste, ook zeker in het begin. Hoe beheer je nou eenvoudig je producten en je voorraad? Ik denk dat dit iets wat het meeste tijd kost, zeker in het begin, om eigenlijk al die producten in je webshop te zetten. Nou, hoe begin je nou? Dit zijn eigenlijk punten die best wel vanzelfsprekend zijn, maar toch zie ik dat het nog niet altijd even goed gaat wanneer mensen net starten. Het is natuurlijk erg belangrijk dat je de items op voorraad hebt. Dus dit, je kunt dan met een pre-order systeem misschien werken in het begin, maar vooral als je net begint, je wilt niet al veel klanten teleur moeten stellen met dat producten niet gelijk verkocht kunnen worden. Kijk ook of de items online verkocht kunnen worden. Dus volgens mij zag ik geen webshops in deze, deelnemers in deze webinar zitten die bijvoorbeeld drank verkopen.
Maar zodra je dat wel wil doen, dan moet het wel zomaar online verkocht kunnen worden. En er kunnen natuurlijk restricties aan zitten. Denk aan dat het verplicht wordt om een ID te laten zien bij de checkout en aflevering. Ja, hoe ga je dat inrichten? Dus kijk goed of er geen restricties zitten natuurlijk aan verkoop. Natuurlijk moeten de items kunnen worden verzonden. Hier gaan we later nog even wat meer dieper op in. Maar ja, puur om te kijken van ja, kan ik deze items makkelijk verzenden? En welke landen wil ik ook verzenden? Kan ik ze verpakken? Heb ik de verpakkingsmaterialen, et cetera? Ja, een hele belangrijke. Er is tenminste één afbeelding beschikbaar per item. Nou hebben we hier een hele mooie, heel mooi voorbeeld toegevoegd van de trend natuurlijk. Ik denk dat jullie echt ontzettend goed dit op orde hebben. Er zijn gewoon veel afbeeldingen per product. Het zijn ook echt sfeerfoto's. Dus je kunt ook zien hoe staat een product. In plaats van dat je alleen het product ziet, zie je ook een model. Het is gewoon van meerdere kanten gefotografeerd. En ja, dat is voor conversie gewoon een hele belangrijke. Want je wil gewoon weten wat je koopt. En zodra je eigenlijk maar één slechte kwaliteit foto hebt, dan zal het natuurlijk veel minder snel gebeuren. Daarnaast wil je natuurlijk ook dat er content gemaakt kan worden voor het product. Dus kun jij omschrijvingen maken, bepaalde specificaties toevoegen, goede titels maken, et cetera. En natuurlijk nog een stukje multilocatie voorraad beheer. Ja, waar ga jij jouw voorraad managen? Is dit gewoon vanuit huis? Heb je alleen een webshop? Heb je misschien meerdere winkels? Hè? Dus via Lightspeed bijvoorbeeld zien we dat er ook klanten zijn die meerdere winkels hebben en dit dan koppelen aan de webshop. Dat kan natuurlijk. Of misschien via een magazijn. Dus er zijn ook verschillende mogelijkheden voor om dat te managen. Bart, is het voor het verkopen via een marketplace? Welke informatie moet je invullen? Want ik kan me voorstellen dat je alleen een product met een titel, dat niet genoeg is. Ja, dat ligt er een beetje aan of jij uniek aanbod aan het toevoegen bent op die marketplace. Hè? Dus als je zelf een merk bent en je hebt zelf producten ontwikkeld bijvoorbeeld, en je wil die verkopen op bol.com of Amazon of een andere platform, dan eisen die platformen dat je dus informatie aanlevert. En genoeg, zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken om te kopen. En dan is het dus niet alleen maar dat titeltje en die beschrijving en die ene foto, maar dan zijn het ook eigenschappen van de artikelen. En in het geval van kleding, zoals hier, gaat het om materiaal, om maat, om pasvorm bijvoorbeeld. Eigenlijk alle eigenschappen die je ook zou kunnen zien als je het product in handen hebt, die wil je kunnen toevoegen. Want al die platformen werken met filters. En als iemand op zoek is naar een artikel en ga zelf maar eens kleding shoppen, tenminste zoals ik online kleding shop, ik vink gewoon als ik een shirt moet hebben de maat aan, zodat alles eruit valt dat niet die maat heeft, want dat is een beetje onzinnig om te bekijken. Maar stel nou dat je dat niet aanlevert, die informatie, dan valt jouw product er dus ook uit. Dan is het aanbod gewoon weg. Dus hoe meer informatie je aanlevert, hoe beter die informatie aansluit bij zoekopdrachten van klanten, hoe hoger de conversie uiteindelijk ook en hoe lager waarschijnlijk het retourpercentage. Dus dat wil je gewoon supergoed op orde hebben. En daarnaast heb je dus eigenlijk ook die voorraad, zoals je zegt. Je hebt de items op voorraad, maar je moet ook precies weten hoeveel heb ik er dan op voorraad en hoe snel kan ik dan leveren. Hoe sneller ik lever, hoe hoger de conversie. Dus voorafgaand aan het publiceren van een artikel zit er eigenlijk een hele back-office met logistiek en voorraadmanagement die gewoon supergoed moet kloppen. Want anders maak je een belofte online die je niet waar kunt maken. En ja, dat is gewoon killing. Ja, en dit is denk ik ook weer een voordeel van een SaaS-platform. Hè? Dus vaak als je een SaaS-platform gebruikt, zoals bijvoorbeeld Lightspeed, dan kun je natuurlijk gewoon je voorraad ingeven. Dus handig dat ook, en vooral als het ook gekoppeld is met zo'n app zoals Effect Connect. Je kan geen dubbele verkopen draaien, dat is eigenlijk ook het hele ding. Dus op die manier kun je dat voorraadbeheer natuurlijk sowieso al goed inrichten eigenlijk. Ja, dus maar dan moeten je tellingen dus ook kloppen. Hè? Want het systeem kan natuurlijk perfect zijn. Maar hoe vaak is het niet dat in een magazijn toch een andere voorraad ligt? Zeker, ja. Ja, en dit is ook eigenlijk het eerste puntje. Je hebt items op voorraad. Dan denk je eigenlijk van ja, tuurlijk. Maar ja, toch zie je nog vaak dat tellingen opnieuw gedaan moeten worden. Omdat vooral vanaf het begin dat niet goed geteld is. Dus hè, zodra je vanaf het begin alles precies weet wat je op voorraad hebt, dan gaat het ook minder snel fout in de toekomst. Dat is denk ik wel de tip die we mee kunnen geven. Maxine en Eline, jullie hebben natuurlijk ook de fysieke winkel erbij. Hoe managen jullie dit samen? Want je hebt natuurlijk de winkel met de producten
En je moet het eigenlijk ook vertalen naar online. En je hebt ook nog de voorraad, de productinformatie. Hoe is dit de manager voor jullie? Dat het zeg maar aan beide kanten wat moet gebeuren? Wel, ja, het lukt allemaal wel goed. In het begin is het altijd een beetje zoeken. Maar met die omni-channel die we dus hebben, is het heel handig als er iets verkocht wordt in de winkel. We hebben dezelfde voorraad in de winkel als online. Dus dan gaat het product ook meteen van onze webshop. In het begin hadden we nog geen omni-channel en moesten we alles manueel uit stok halen. Maar dat is echt geen aanrader. Zo komen er heel veel fouten in je webshop. Zeker voor kleine dingen zoals juweeltjes of zoiets, die je dan niet makkelijk terugvindt. En dat is echt, daar is geen doen aan. Maar nu lukt het gewoon makkelijk met de scanner. Je scant, je verkoopt en het mindert in de voorraad. Dus dat lukt allemaal wel heel goed. Super goed om te horen. En qua productinformatie, het invullen daarvan, is dit ook iets wat jullie zelf doen? Of? Ja, doen we allemaal zelf. We hebben ook wel merken die we verkopen, dus dan kunnen we de productinformatie van het merk gaan copy-pasten. Dan gebruiken we dat. Het wasvoorschrift staat daarop, de materialen, hoe het valt. Soms als er iets belangrijk is die er nog niet bij staat, dan kunnen we dat makkelijk toevoegen. En we zijn het wel al gewend van productbeschrijvingen te maken, dus dat gaat wel vlotjes. In het begin is het wel zoeken, maar het is ook belangrijk dat elk product ongeveer hetzelfde beschreven wordt. Dat je bij alles het wasvoorschrift zet of bij alles de materialen. Niet bij de rok zet je bijvoorbeeld niks, bij de blouse zet je dan meer info. Dat gaat niet. Alles moet echt evenveel info hebben, want het is nog altijd een drempel online shoppen. Je wil dus echt alles weten, anders ga je niet over tot aankoop. Dus vandaar. Ja. Ja, ik denk dat dat inderdaad een hele goede tip is. Zodra je natuurlijk die productinformatie gaat invullen, denk er goed over na wat voor informatie daarbij moet staan om het product te kunnen verkopen. Wat eigenlijk zowel Bart als Maxine en Eline aangaven. En ik denk dat dat een stukje onderzoek is wat je heel goed van tevoren kan doen. En wat ook heel goed werkt, is om gewoon bij veel andere webshops te kijken die al wat groter zijn, die soortgelijke producten verkopen. Te kijken van ja, wat mis ik nou eigenlijk allemaal? Veel vragen stellen om je heen. Ik denk dat wanneer dit vanaf het begin al goed is, want dat is iets wat ik vaak tegenkom bij webshops die na een tijdje nog geen omzet maken, is dat er gewoon eigenlijk heel veel informatie mist. En zelfs die kleine stukjes informatie over wat voor product het is, hoe je het moet gebruiken of onderhouden of wat dan ook, dat kan eigenlijk allemaal helpen om tot een conversie te komen. Dus allemaal goede tips. Dan zijn we aangekomen bij de vierde stap alweer. En dat is eigenlijk, hoe zet je nou je marketingstrategie op en hoe bereik je nieuwe klanten? Ja, dan hebben we het eigenlijk vooral over, hè, van we hebben de webshop, maar er zijn natuurlijk meerdere kanalen hoe je kunt verkopen. Maxine en Eline, ik zie dat jullie ook bijvoorbeeld op Instagram zitten, op Facebook, op Pinterest. Hoe kies je nou van tevoren welke social media kanalen voor jou geschikt zijn? En welke content deden jullie daarop? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Sowieso de eerste stap is ook wel echt nagaan wie de doelgroep is. Dus bij ons, hadden we altijd gezegd van dat gaat tussen de 15 en de 36 jaar zijn. Nu merken we met de winkel dat dat ook compleet anders is. Maar het is wel goed om altijd rekening te houden met waar is de doelgroep zelf aanwezig. Stel dat je een product verkoopt waarvan dat niemand bijvoorbeeld op Instagram aanwezig is, zeg maar iets. Dan is het ook niet echt nuttig om dan echt een actief Instagram platform eigenlijk te gaan uitbouwen. Want je doet eigenlijk toch voor niets. Nu, we hebben geluk met de sector. Kledij, dat is zowel voor alles en iedereen. Die klanten zijn ook al actief op Facebook, op Instagram, op Pinterest ook. Dus we hebben eigenlijk echt wel nagaan van waar zijn de mensen actief en waar zoeken ze ook als het ware naar de producten. Dus proberen we daar zo een harmonie in te houden als het ware. Dus alles die ook online komt op Facebook, komt ook op Instagram en op Pinterest. Niet daar op dezelfde dag, maar er is wel een mooie eenheid als het ware in de content dat we overal plaatsen. En uiteindelijk, ik vind ook een online platform, bijvoorbeeld een Instagram-profiel, moet als het ware een soort van online visitekaartje zijn als het ware. Mensen moeten daarop terechtkomen en echt onmiddellijk zien van dat bedrijf verkoopt die producten, of zij doen dat, of zij leveren die diensten of zo. Dus dat is wel iets belangrijks, toch? Ja, want ik kan een voorbeeldje geven van ons. Wij bestaan dus ongeveer 2,5 jaar. En wij zien ook dagelijks dat er meer dan de helft van onze omzet, online omzet, uit onze sociale media komt. Dus dat is wel echt heel belangrijk, zeker als starter. Daar op de sociale media promoot je jouw webshop.
mensen die jou niet kennen, kunnen niet zomaar terechtkomen op jouw webshop als je daar niets voor doet. Dus daarom is sociale media een heel belangrijk medium voor ons. Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen ik denk ook dat we zien dat het gebruik in social media, het aantal gebruikers van bijvoorbeeld Instagram, is natuurlijk ontzettend gegroeid de afgelopen tijd. Daarnaast geeft het natuurlijk ook heel veel vertrouwen, het geeft veel inspiratie. Wanneer ik ook, ik merk het zelf ook, als ik een leuk Instagram profiel zie met leuke producten, dan ga ik toch zeker even een kijkje nemen, terwijl dat heel anders kan ogen op de website zelf. Dus het is denk ik super belangrijk om toch nieuwe bezoekers aan te trekken. Ja, ik denk dat we dit ook kunnen zien als verkoopkanalen, zeker met Instagram en Facebook Shopping, waarbij we producten kunnen taggen, en daarom dat we dit eigenlijk zo noemen. Naast social media hebben we ook nog andere verkoopkanalen, en daar ben ik Bart even benieuwd naar, want ik denk, we hebben het over marketplaces, ik denk dat mensen vaak denken gelijk aan een bol.com. Zijn er ook nog andere kanalen die via EffectConnect ingezet kunnen worden om te verkopen? En wat voor kanalen moeten we allemaal denken? Ja, kijk, je hebt sowieso steeds meer marketplaces. Hè? En bol.com is natuurlijk in Nederland en België een hele bekende. En Amazon natuurlijk wereldwijd. Maar er zijn ook best wel veel bekende grote merken die op een gegeven moment een marketplace model gelanceerd hebben. En in Nederland bijvoorbeeld de winkelketen Blokker, die naast de fysieke winkels ook online de marketplace had. Of kleertjes.com in de mode, hè, die een webshop was, maar ook een marketplace geworden is. Maar daarnaast heb je inderdaad ook die social kanalen die steeds meer shopping worden. Dus uiteindelijk waar je ook orders krijgt direct uit dat sociale kanaal, zeg maar. En dus een Instagram, maar Facebook ook. En eigenlijk bijna alle sociale kanalen die ontwikkelen daar nu in. Maar in de breedte gaat het natuurlijk over dat al die kanalen, dat allemaal verlengde zijn van dat verhaal dat je wil vertellen. En feitelijk is het een soort multi-touch relatie met die consumenten. Hij komt je merk tegen op marketplaces, hij komt je op social tegen, hij komt je op je eigen webshop tegen, misschien nog wel een keer op een poster in een bushokje. Nou ja, het kan natuurlijk in de hele breedte. En meestal wordt een sale niet bij het eerste contact gemaakt. Het is net als daten, je gaat ook niet direct trouwen op de eerste date. Weet je, dus ja, je hebt toch een paar keer contact nodig, zeg maar. Ja. Ja, daar zijn er uitzonderingen natuurlijk, maar inderdaad, over het algemeen. Ik denk dat het bij iedereen voorkomt dat je, ik merk het zelf ook wel eens, als je net toch sterk genoeg bent om niet gelijk online te shoppen, maar het komt toch een paar keer terug dat je dan toch wel geneigd bent om het toch uiteindelijk eens te gaan kopen. Dus ik denk inderdaad wat je zegt, die meerdere touchpoints, die zijn steeds belangrijker. En ik denk ook bij, vanuit mijn ervaring, de webshops die ik spreek, zijn veel webshops die vaak nog geen omzet draaien. En die hebben dit eigenlijk ook gewoon nog niet. Ja. Dus ja, het is heel belangrijk om te kijken van, ja, als jij bezoekers wilt trekken, je kan niet verwachten dat je binnen een maand alleen maar bezoekers krijgt via Google. Dat is bijvoorbeeld heel lastig. Dus probeer dat via meerdere kanalen in te zetten. En vooral via zo'n Instagram, via een Facebook, via wat dan ook. Om toch meer mogelijkheden om bezoekers te trekken. Ja, je moet er niet vanzelf omzet op. Nee, je moet er tegenwoordig echt wel wat voor doen. Ja, precies. Nou goed, wat ik hier nog aan wil toevoegen, naast deze kanalen natuurlijk, zijn er ook nog wat andere manieren om ervoor te zorgen, wanneer er ook nieuwe klanten zijn, om ze wat sneller aan jou te binden. Dat kan bijvoorbeeld een e-mailmarketing zijn. Ik had het hier volgens mij vorige keer met Maxine en Eileen over, toen ik hen sprak, dat zij hier graag mee willen starten. En het eigenlijk jammer vonden dat dat niet eerder was gebeurd. Dus het is ook goed om hier vanaf het begin al aan naar te kijken. Je kunt een pop-up op jouw website toevoegen, hè, voor bijvoorbeeld een kortingscode of een leuke actie, zodat mensen zich inschrijven. En op deze manier kun je hen natuurlijk ook vaker benaderen. En wat nog een andere optie zou zijn, zou bijvoorbeeld een loyaltyprogramma zijn, waarbij je mensen laat sparen voor punten. En dat merk ik zelf ook. Wanneer mijn parfum weer is uitverkocht, ga ik toch altijd naar dezelfde winkel, omdat ik daar spaar voor korting. Dus zo laat je mensen ook sneller terugkomen. En dit is bijvoorbeeld iets wat je ook weer makkelijk met een SaaS-platform kan verbinden. Bijvoorbeeld via een app waar je e-mail kunt verbinden. Of via ons loyalty-programma om mensen te laten sparen voor punten. Ook super makkelijk voor omnichannel. Dus dat is iets wat je ook nog in acht kan nemen als jij bijvoorbeeld producten hebt die gevoelig zijn voor herhaal aankopen eigenlijk. Lene, mag ik daar nog iets op toevoegen? Ja, graag. Uiteindelijk, ik denk dat het heel belangrijk is, de term ken je klant. Inderdaad ook zeker in het geval van e-mail marketing of loyalty programma's.
Het heeft niet zoveel zin om iedere klant te bombarderen met dezelfde mailing, want iedere klant is anders en heeft ander koopgedrag of andere interesses en dat soort zaken. En mijn ervaring is ook wel, en we hebben het zelfs hier met onze marketing ervaren in de loop der jaren, dat ik gewild had dat we eerder aan de slag waren gegaan met segmentatie van die klanten. Dus dat we eerder indelingen zijn gaan maken op welke klant is nou wie en welk gedrag vertoont hij nou en wat zijn zijn interesses nou. En ik denk dat dat ook wel een goede tip is om daar ook direct over na te denken. En misschien is dat in het begin maar heel compact en bescheiden. Maar zolang je er maar over nadenkt, wordt het later makkelijker om het te doen. Ja, helemaal mee eens. En ik denk ook, ja, al deze stappen zijn in het begin ook gewoon heel erg belangrijk. Want inderdaad, het personaliseren, dat is gewoon iets waarmee je ook het verschil maakt van je concurrent. Het juiste assortiment aanbieden. Net zoals bijvoorbeeld dat ik laatst een nieuw bed koop en later nog een mailtje krijg met een gratis dekbed of wat dan ook. Dat je de herhaal aankopen daarop baseert. En niet dat misschien naar iedereen hoeft te sturen. Terwijl mensen wel al een dekbed hebben gekocht en daar misschien minder interesse in hebben. Dus inderdaad, vanaf het begin al nadenken wie jouw klanten zijn, wat voor hen relevant is. Ik denk dat dat een goede tip is ook, zeker. Dan zijn we alweer bij de vijfde stap aangekomen. Biedt gepaste betaalmogelijkheden? Ik denk dat dit ook een van de meest gestelde vragen is bij klanten die net met Lightspeed beginnen. Van welke betaalmethode of wat moet ik nou eigenlijk gebruiken voor welke landen? Je wil natuurlijk wel de beste mix van betaalmethodes aanbieden. En eigenlijk is dat weer waar we het eigenlijk precies net over hadden. Ken jouw klanten? Waar komen ze vandaan? Hè? We weten bijvoorbeeld dat als we vooral klanten uit Nederland hebben, zorg dan dat je Ideal bijvoorbeeld sowieso aanbiedt. Als het ook Belgische klanten zijn, zorg voor bankcontact. Dus het is heel goed om na te denken over welke betaalmethode jij wilt aanbieden voor jouw gebruikers. Wil je ook internationaal verkopen? Is natuurlijk ook goed om daarnaar te kijken. Wil je dan misschien PayPal, Klarna of creditcard aanbieden? Ja, wat handig is, de meeste payment service providers, hè, dus de providers die dit voor jou aanbieden, die hebben vaak de mogelijkheid om deze betaalmethodes allemaal tegelijkertijd aan te bieden op de webshop. Dus dat scheelt weer, want dan hoef je in ieder geval niet bij allemaal verschillende partijen iets af te sluiten. Dan heb je gewoon één partij waar je eigenlijk al deze methodes op kan aanbieden. En het is ook eigenlijk bewezen, dus het aanbieden van de juiste mix van betaalmethoden, dat werkt ook conversieverhogend. Maxine en Eline, ik vraag me ook af, hè, we hadden het hier volgens mij ook over, dat jullie zeiden van nou, in het begin hadden wij niet alle gewenste betaalmethoden. Kunnen jullie daar wat over vertellen, hoe dat toen is gegaan? Dus in het begin hadden wij bijvoorbeeld geen bankcontact. Dat was nog heel in het begin een ander platform. En toen merkten wij echt wel de vraag ook bij onze klanten van, oh, dat is ambetant, ik zat net in de betaalfase. En toen zag ik dat jullie enkel PayPal of Mastercard of Visa aanboden. Nu, als 16 tot 18-jarige zijn er niet heel veel mensen voordat die al zelf een Visa of Mastercard hebben. Dus die moesten dat dan zo vaak vragen, ook aan de ouders en dergelijke. Dus dat is weer al een extra drempel om over te gaan tot een aankoop. Ik had het gisteren ook toevallig zelf, in mijn privé dan. Ik wou graag iets aankopen en ik zat echt in de laatste fase. En toen dacht ik, oh nee, het is enkel PayPal. En toen was ik echt zo teleurgesteld dat ik dacht van, allee, ik wou dat niet zo graag kopen. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Dus bij ons is dat wel ook heel belangrijk om echt zoveel mogelijk opties aan te bieden. Die duidelijk belangrijk zijn voor de doelgroep of voor toch het land waar je vooral in verkoopt. En want natuurlijk, ja, bij online shoppen, betaalmogelijkheden zijn vaak altijd al een drempel. En het is eigenlijk echt belangrijk om er zo aan te denken dat je eigenlijk zo weinig mogelijk drempels hebt om over te gaan tot die aankoop. Betalen is dan toch wel de belangrijkste stap bij de aankoop. Ja. Dus is het wel een meerwaarde. Lijkt ook bij Lightspeed, is dat echt als het ware gewoon een vinkje aanklikken van oké, we willen een bankcontact. Natuurlijk wel de gegevens en zo invullen, maar het gaat mega snel en het is makkelijk, het is handig. Dus, dat is wel een pluspunt, ja. Ja, supergoed om te horen. Het is inderdaad fijn dat het makkelijk te activeren is. Bart, hoe zit dat met die marketplaces? Is dat iets wat ook makkelijk werkt met betaalmethodes? En wat is jouw ervaring erin? Ja, eigenlijk doet de marketplace hetzelfde. Hè? De marketplace is ook gewoon een grote webshop eigenlijk. En die biedt natuurlijk ook heel veel verschillende betaalmethoden aan die passen bij de bezoekers van dat platform. Als jij verkoopt op een marketplace, dan heb je één groot voordeel, namelijk dat je je niet druk hoeft te maken over die betalingen, want dat regelt de marketplace.
Dus wanneer je product op bol.com bijvoorbeeld aanbiedt en iemand koopt daar, dan regelt bol.com die betaling. En die doet ook de checks op fraude, of dat het misschien een dubieuze klant is, of allemaal dat soort zaken. En op het moment dat je dan een bestelling doorkrijgt, dan weet je, deze bestelling ga ik nou uitleveren en die ga ik betaald krijgen van bol.com. Dus daar hoef je je niet meer druk om te maken. Dus eigenlijk, zeg maar, de mix van betaalmethodes doet dat platform zelf. En in het geval van jou als verkoper daar, hoef je daar zelf dus niks meer mee te doen. Ja, super fijn inderdaad. Dus, en heb jij zelf nog tips voor hoe mensen weten welke betaalmethodes zij moeten gebruiken? Wat is jouw ervaring in de verschillende landen bijvoorbeeld? Of welke vraag krijg jij daar zelf over? Ja, het staat hier ook al. Hè. Je local heroes heb je natuurlijk altijd. Een Ideal, een Bankcontact bijvoorbeeld. Het ligt ook heel erg aan je productassortiment. Verkoop je bijvoorbeeld wat duurdere producten, dan is creditcard vaak weer interessant, omdat het ook verzekerd is natuurlijk dan. Hopelijk hebben andere aanbieders dat ook wel, dat weet ik niet precies. Maar ik weet van oudsher dat creditcardmaatschappijen je aankoop altijd verzekerden. Dus dan, mocht er onderweg iets met het artikel gebeuren, dan ben je niet opeens €1500 kwijt aan die nieuwe tv die je niet krijgt, maar krijg je dat geld terug. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En uiteindelijk gaat het er niet om wat jij een belangrijke betaalmethode vindt. Het gaat erom met welke betaalmethode die klant van jou wil kopen. En je moet die aankoop moet frictionless zijn. Hè? Dus de ease of buying noemen ze het wel eens. Het moet gewoon simpel zijn. Ik heb iets in mijn mandje en ik moet het kunnen afrekenen, punt. Zonder veel moeite. Ja, zeker mee eens. Ik denk ook dat het goed is om te benoemen dat mocht jij zelf als startend webshop-eigenaar nog twijfelen welke methodes voor jou geschikt zijn, is dat er eigenlijk daar ook altijd advies in wordt gegeven door de provider die jij kan gaan gebruiken. Dus er zijn ook veel statistieken vaak beschikbaar als je kijkt naar specifieke landen, want ik merk ook aan webshops dat ze soms in specifieke landen willen verkopen en een betaalmethode zoeken. Maar omdat er dus juist verschillende providers zijn waar je mee kunt koppelen, is gewoon belangrijk om te kijken van oké, welke biedt alle methoden aan die ik in ieder geval wil gebruiken. En dan krijg je daar vaak ook wat advies in. Dus ik denk ook dat dat goed is om te weten. Dan zijn we bij de ene laatste stap alweer aangekomen. Ook een hele interessante. Hoe organiseer je eigenlijk je verzendingen en je retouren? Ik zie hier al superleuke pakketjes van Letrent. Ik hoop dat jullie daar zo wat meer over willen vertellen. Maar eigenlijk eerst even de basics. En ik denk dat we het hier ook net al een beetje over hebben gehad. Heel erg belangrijk is natuurlijk dat je die verzendinformatie dus echt op je website gaat tonen. Dus niet alleen bovenaan de homepage, maar ook op jouw productpagina. Wat is de precieze levertijd? Kunnen daar nog verschillen in zitten? Is het product echt op voorraad? En ook wat zijn eventuele kosten? Want we zien ook in die checkout, wat Maxine net al zei, als jij een betaalmethode mist in de checkout, ga je weg. Maar je gaat vaak ook weg als je denkt van nou, als ik een product koop van €5, maar ik moet €7 verzendkosten betalen. Ja, nee, dankjewel. Dus op die manier kun je dat ook voorkomen. Dus communiceer goed door je gehele site eigenlijk hoe die levering in elkaar zit. Maar natuurlijk ook je retourbeleid. Hè? Dus wanneer jij bijvoorbeeld zegt van nou, je hebt 30 dagen om het terug te sturen. En het staat er gelijk, dat geeft mij al meer zekerheid. Maar zodra ik bijvoorbeeld kleding ga aanschaffen en ik ben niet zeker of ik het kan terugsturen of ik dat zelf moet betalen en hoeveel dagen ik heb, dan kan het ook een reden zijn om weer weg te gaan. Dus heel belangrijk om dat er goed op te vermelden. Ja, daarnaast vind ik zelf ook altijd, en ik denk dat dit ook een hele goede is, hè, maak een feestje van jouw verzendingen. Het is ook bewezen dat wanneer mensen een leuk ingepakt pakketje krijgen met een mooie en goede verpakking, eventueel opvulling als dat nodig is, natuurlijk de factuur, maar misschien ook wel een extra kaartje met een bedankje of een persoonlijk berichtje, dat dat ook voor die hele ervaring weer ervoor zorgt dat mensen sneller bij je terugkomen. Dus in plaats van dat je iets geautomatiseerd doet, hè, vind ik het ook persoonlijk altijd heel leuk wanneer je een pakketje krijgt en er staat een leuk berichtje op. Dus dat werkt ook heel goed. Vooral natuurlijk in het begin, wanneer jij net misschien ook nog juist die tijd hebt voor nieuwe klanten, om de juiste bedanken. Want dat stimuleert dus uiteindelijk ook herhaal aankopen. Uiteindelijk, wanneer dat natuurlijk mogelijk is, zou ik ook kijken om hoe je dit eigenlijk kan automatiseren. Wat ik ook vaak terugzie weer bij de webshops die ik spreek, is dat zij alles nog handmatig doen. Terwijl er eigenlijk juist via een SaaS-platform best wel gemakkelijk een integratie kan worden aangezet om bijvoorbeeld automatisch jouw verzendlabels te maken. En ook wellicht om te kijken naar, kan ik een contract met een vervoerder of meerdere vervoerders krijgen
om juist die pakketjes op te laten halen of makkelijker te verzenden. Soms is dit wat meer van toepassing juist in een later stadium, maar goed om te kijken wat zijn er de mogelijkheden om dat meer te automatiseren. Nou, nog even terugkomend op de trend, want ik zag dat jullie eigenlijk een hele mooie verpakking hebben. Ik zie tasjes, ik zie mooi opvulmateriaal, ik zie volgens mij een kaartje. Hadden jullie dit ook in het begin al, of is dit ook naarmate dat jullie bezig waren, hebben jullie dit zo gemaakt? Wel, wij zijn gestart met andere verpakkingen. Ze waren ook al leuk, maar we beseften dat het echt nog veel leuker kon. Dus naarmate we groeiden, veranderde onze verpakking ook wel. In het begin stopten we daar ook een zelfgeschreven briefje bij. Ondertussen hebben we al verschillende kleuren van verpakkingen, verschillende soorten kaartjes. Wat ook een goede tip is misschien, de klant verwacht echt dat hij hen herkent. Dus als wij een naam zien, dan kijken wij of zij al in het verleden besteld heeft bij ons. Mocht dat niet het geval zijn, dan zeggen we misschien leuk dat je de weg naar onze webshop gevonden hebt, bla bla. En als we zien dat dat een vaak terugkerende klant is, dan zeggen we bijvoorbeeld, hey, leuk dat je opnieuw bestelt bij Le Trend. Om jou te bedanken, geven we jou graag 5 euro korting op je volgende aankoop. Enzovoort enzovoort. Dat is wel altijd leuk. Als extraatje de klant voelt dan dat hij gewaardeerd wordt. En dat is wel, ik vind dat zelf ook leuk, moet ik zeggen. Dus je moet daar wel rekening mee houden. En anders qua verpakking is het ook wel heel erg belangrijk dat je de juiste verpakkingsmaterialen hebt voor jouw producten. In het begin bijvoorbeeld verkochten wij enkel kleding. Dan verkochten wij ook schoenen en zonnebrillen, maar dat vraagt wel een heel andere verpakking. Zonnebrillen, daarvoor heb je bijvoorbeeld een klein doosje nodig. Voor jassen in de winter heb je dan een grote doos nodig. Dat past vaak niet in de verzendzakken voor een t-shirt bijvoorbeeld. Dus je moet daar ook wel rekening mee houden. Want plots heb je een order van een dikke winterjas en zeg je, oh nee, ik heb geen verpakkingsmateriaal daarvoor. Dus daar moet je ook wel goed over nadenken. Ja. Hele goede tip, denk ik, dat je daar inderdaad in het begin al over nadenkt. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, ik krijg die vraag ook nog wel eens, ook van mensen die ik bijvoorbeeld ken, die een webshop willen starten. Van, ja, waar begin ik dan met die verpakkingen? Hoe weet ik dan wat ik nodig heb? En ja, misschien dat Bart daar nog leuke tips over heeft, want jij hebt misschien ook wat meer verschillende soorten producten gezien. Ja, waar start iemand met het zoeken naar de juiste verpakkingen en opvulling, et cetera? Heb je daar misschien nog tips voor? Ja, kijk, het is natuurlijk vaak best wel een kostenpost wanneer je direct start met heel erg gepersonaliseerde verpakkingen. He, dat drukt natuurlijk uiteindelijk de marge wel, maar aan de ene kant, ja, het werkt wel mee in je merkbeleving. Dus dat is wel lastig. Als je puur kijkt naar bijvoorbeeld doosjes die je moet leveren en de verschillende maten doosjes die je hebt. Ik kom vaak tegen dat men toch probeert, zeg maar, een gemiddelde maat te vinden van de doos, zodat ze gewoon in bulk 1 of 2 maten dozen bijvoorbeeld kunnen inkopen die ze gebruiken voor de verzendingen. En het kan best dan voorkomen dat een hoop van die dozen met veel lucht gevuld zijn, omdat het artikel eigenlijk veel kleiner is dan de doos nodig heeft. Maar het komt de snelheid van het pikken en de kosten van de dozen wel ten goede. Als je wat verder, dan kun je er natuurlijk veel specifieker in worden, hè? Zoals Le Trend het ook is. En waar je veel meer werkt aan hoe gaat die verpakking eruit zien. En heb ik verschillende formaten, bijvoorbeeld voor die winterjas of dat t-shirtje of die bril. Maar in het begin is dat heel ingewikkeld, want je jaagt jezelf op kosten. Hè? En ja, dat wil je eigenlijk niet. Nee, hele goede, denk ik ook, inderdaad. Ja, ik denk dat het inderdaad van tevoren goed is om te kijken, ja, is er iets waar je gelijk al mee gaat beginnen? Ik merk vaak bij webshop inderdaad dat het later meer gepersonaliseerd wordt. Maar aan de andere kant, wat je zegt, voor een herhaal aankoop gelijk kan dat ook weer. Die hele customer journey, merkbeleving, is dat ook natuurlijk weer supergoed. Ja, misschien wel nog belangrijk om te benoemen, hè? De verpakking is 1 en het verzenden en vertellen hoe snel je verzendt is 2. Maar je wil natuurlijk ook die klant voorzien van trackingcodes, zodat hij zijn bestelling kan volgen. Ja. Dat is niet alleen maar op je eigen webshop relevant, maar op het moment dat je ook naar de marketplaces toe gaat en gaat verkopen, dan gaan die dat verplichten dat je dat doet. En wat een marketplace doet, is dat ze die codes uitlezen, die trackingcodes, om te zien of jij de belofte die je hebt gedaan van hoe snel je levert, ook waar maakt. Dus als jij zegt, ik heb vandaag voor 8 uur in de avond besteld, morgen in huis, doe je dat bijvoorbeeld op bol.com, dan leest bol.com die trackingcodes uit om erachter te komen of die bestelling ook inderdaad morgen bezorgd is.
En dat noemen ze de leverbetrouwbaarheid. En de leverbetrouwbaarheid, eigenlijk is het wat je op je eigen platform ook, hè, je eigen webshop ook zou moeten nastreven. Je moet dat continu in kaart hebben. Dus als je dan met een carrier werkt die voor jou de pakketten verstuurt, dan wil je wel weten in hoeveel gevallen, hoe vaak op de 100 keer bijvoorbeeld, is die ook daadwerkelijk op tijd, zodat je een bepaalde scoring kunt toepassen. En, zeker. Doen wat je belooft is daar de samenvatting van. Ja, goeie. Ik denk dat dit een mooie brugje is naar de laatste stap, hoe je dit ook kunt aanbieden. En gezien de tijd gaan we die even kort houden, zodat we nog tijd hebben om wat vragen te beantwoorden. De zevende stap, kies apps en integraties waarmee je kunt groeien. Eigenlijk, als we even naar linksonder kijken, verzending en betaling, wat Bart inderdaad zei, zo'n integratie is hartstikke fijn, omdat zo'n integratie of een app voor je verzendingen zorgt er dus ook inderdaad voor dat er automatisch mails worden verstuurd, dat er ook een track and trace code wordt opgestuurd en ook dat de klant dus gelijk het pakketje kan volgen en dat je dat dus eigenlijk kunt automatiseren. Nou, eigenlijk samenvatting van dit verhaal, van deze stap, is ook dat, kijk van tevoren ook welke apps en integraties je nodig hebt om eigenlijk te groeien. We zien natuurlijk de koppeling met Effect Connect, die het dus heel makkelijk maakt om jouw productassortiment naar zo'n marketplace te synchroniseren, maar ook om die orders dus gesynchroniseerd te hebben. Wil jij een chatfunctie aanbieden om dus nou jouw klanten te kunnen helpen? Reviews op de website automatisch aanbieden. Maar ook bijvoorbeeld die e-mails weer waar we het over hebben gehad. Hè? Dus een stukje e-mailmarketing. Of om bijvoorbeeld automatisch kortingscodes te sturen. Er zijn gewoon heel veel dingen mogelijk. En ja, van tevoren is het gewoon heel belangrijk om te kijken, wat heb ik nodig op mijn webshop en welke wil ik daarbij gaan gebruiken. En dit zorgt er dus ook voor dat je dus gemakkelijk bepaalde zaken kunt invullen. Ik wil eigenlijk daarbij even doorgaan naar de vragen, zodat we die allemaal nog even kunnen beantwoorden. En een vraag die ik hier heb is bijvoorbeeld, kun je de boekhouding makkelijk combineren in Lightspeed? Eigenlijk kan dat dus door zo'n app. Dus dit is zo'n voorbeeld. Hè? Boekhouding is inderdaad een hele belangrijke, dat misschien niet de eerste is die je zou bedenken, maar wel een van de belangrijkste is dus om een boekhoudprogramma te gaan kiezen. En dus ook te kijken van, ja, kan ik dat dan combineren met Lightspeed? Nou, bijvoorbeeld in onze apps hebben we ontzettend veel apps om een boekhoudprogramma mee te koppelen. Dus dat is eigenlijk eentje die je dus op die manier makkelijk kan integreren. En zo is dat met meerdere programma's natuurlijk mogelijk. Ik kijk nog even naar andere vragen. Ja, ik denk dat dit ook een leuke vraag is voor Maxine en Eline. Namelijk, waar vind je leveranciers van kledij om te verkopen? Ik veronderstel dat jullie niet steeds op baan gaan om collecties te kiezen. Ja, dat klopt. Een deel van onze job is eigenlijk echt research doen naar merken of items om te verkopen. Ik vind dat zelf een hele uitdaging. Want je merkt ook vaak in de kledingsector dat iedereen wel een beetje geheim houdt waar ze de producten halen, omdat niemand wil dat iedereen hetzelfde verkoopt natuurlijk. Dus internet is een supergoeie bron. Je kan naar beurzen gaan, modebeurzen of dergelijke. Maar we vinden het ook gewoon leuk om te onderzoeken welke merken bij ons passen en waar we moeten zijn om die aan te kopen. Dat is, soms gaan we inderdaad op baan, soms vinden wij dingen op internet. Het is, ja. Heb jij nog iets? Ja. Ja, supergoed. Ik hoop dat de vraag een beetje beantwoord heeft. Ik ga ondertussen nog even naar de laatste slide. Voordat ik nog de overige vragen beantwoord, heb ik eigenlijk nog een laatste poll die ik met de deelnemers wil delen. En dat is namelijk of jullie nog ergens meer informatie over willen hebben. Ik ga hem nu lanceren, dus deze zullen jullie ook binnen enkele seconden op je scherm zien. En deze zou ik graag willen dat jullie deze beantwoorden en dan kunnen we jullie goed verder helpen. Ondertussen dat de antwoorden beantwoord worden, ga ik nog even door naar een volgende vraag. Is het gemakkelijk om foto's aan de webshop toe te voegen? Ik denk dat we deze heel kort kunnen beantwoorden, gezien voor met een SaaS-platform is het inderdaad heel makkelijk om foto's toe te voegen.
deze is gewoon via een upload-functie toe te voegen. Net zoals dat je dat op elke andere website zou kunnen doen, kun je hem gewoon heel makkelijk uploaden. Dus ja, is inderdaad gemakkelijk. Daarnaast nog een vraag, is het eenvoudig om een look aan je webshop te geven? Is er een keuzeplatform? Als dat gaat over het design, dan is het denk ik net wat Maxine en Nina ook aangaven. Het is makkelijk om een template daarin uit te kiezen. Dus je kunt daar ook bijvoorbeeld mee starten om te kijken welk template het best bij jou past. Je kunt dat ook eventjes testen en vervolgens kun je daar natuurlijk ook jouw eigen look van maken. Dus ja, er is een website waar je al deze thema's op kunt bekijken en uiteindelijk kunt kiezen. Ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord heeft. En anders kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen om daar meer over te weten. Dan denk ik dat het leuk is om af te sluiten met de laatste vraag. En dat is eigenlijk hoeveel tijd het nou eigenlijk kost om zo'n webshop op te zetten. En misschien dat het leuk is als Bart deze nog beantwoordt. Ja, hoe lang duurt het nou? Dat is denk ik een van de meest gestelde vragen die we ook krijgen van nieuwe klanten om zo'n webshop op te zetten. Ja, dat is ook wel direct natuurlijk een lastige om te beantwoorden. Kijk, een account aanmaken op Lightspeed is natuurlijk iets wat in een paar minuutjes geregeld is waarschijnlijk. Dat is snel, maar een webshop is nooit klaar. Je begint, en ik denk dat de dame... Ja, ik zie ze al, inderdaad. Nee, inderdaad. Je blijft ermee bezig. Je blijft doorontwikkelen natuurlijk. Want uiteindelijk, daar waar je begint en waar je iets neerzet, dat ga je meten. Je komt erachter of bepaalde pagina's wel of niet goed converteren, of bepaalde content wel of niet converteert. En al de rest. Dus je blijft er natuurlijk mee bezig. Het is niet zo dat je gewoon slapend rijk kunt worden. Dat je met je ogen dicht een webshop kunt starten en het gaat allemaal vanzelf. De techniek wordt steeds makkelijker. Door Lightspeed en de opzet zoals die is daarbij, is het heel makkelijk om te doen. Maar dat platform verzint jouw inhoud niet. Daar moet je echt over nadenken. Dus ik denk dat het een heel hoop tijd gaat zitten in alles eromheen. Zeg maar. De operatie klaarstomen voor het online verkopen. Ja, precies. Het is een ongoing process, zoals we dat noemen. En ik denk ook dat het goed is om te weten dat het heel erg kan verschillen. Er zijn letterlijk mensen die echt binnen no time klaar zijn met in ieder geval het opzetten van de webshop en live kunnen gaan. Maar ja, als je te maken hebt met bepaalde zaken, misschien verkoop je echt ontzettend veel producten, dan kost het wat meer tijd om ook deze informatie in te voeren. Of je moet wachten op productfoto's van een bepaalde fotograaf of wat dan ook. Ja, er kan natuurlijk altijd wat vertraging in zitten door externe factoren. Maar in principe, wanneer jij dus, zoals ik al in het begin zei, wanneer jij met een SaaS-platform bijvoorbeeld werkt, is het eigenlijk iets wat je kunt ingeven en kun je binnen een hele korte tijd als je wil online gaan. Maar dat verschilt heel erg per persoon natuurlijk. Dan zie ik nog één vraag in de chat binnenkomen. En dat is, wat zijn de DHL-integratiemogelijkheden? Ja, dit is iets wat het beste via een app kan worden geïntegreerd bij Lightspeed. Denk aan bijvoorbeeld een SendCloud of een MyParcel app. Ja, dit zijn eigenlijk de apps binnen Lightspeed waarmee je meerdere vervoerders kunt gebruiken als je dat wil. Maar je kunt ook kiezen om er maar één te gebruiken, waaronder DHL. Dus eigenlijk is dat een kwestie van de app installeren. Je kunt hen ook contacten voor de mogelijkheden en vervolgens kun je dan via die vervoerder verzenden. Dat is ook wel mooi, hè? Want die apps die staan je ook weer toe om daar slimme regels in toe te passen. Hè? Dat je, als je weet dat een bepaalde vervoerder heel sterk is in een bepaald land, dat je dan misschien met die vervoerder gaat werken in plaats van met een andere die je in je eigen land bevoert. Ja, zeker. Ik ga nog even kijken of er nog andere vragen zijn. Maar volgens mij zijn dit alle vragen die zijn gesteld. Dan denk ik dat we aan het einde zitten van deze webinar. Dat ging eigenlijk hartstikke snel. Ja, super bedankt Bart en Maxine en Eline dat jullie wilden meedoen aan deze webinar. Ik denk dat het heel leuk is om van verschillende kanten de informatie te krijgen en ook vragen beantwoord te hebben. Graag gedaan. Super bedankt daarvoor.